Er wordt heel wat afgeklaagd in Nederland. Er zijn dan ook heel wat problemen. Allemaal de schuld van anderen. Zoals de buren, politie, die zakkenvullers in Den Haag. Mensen die niet klagen, maar de problemen te lijf gaan, die zijn er ook. Alleen hoor je die nooit. Wie dat zijn? Aanpakkers. Fruit uit Chili, boontjes uit Afrika en mineraalwater uit Italië. De supermarkt ligt vol met producten van over de hele wereld. En dat is een ramp voor het milieu. Bovendien maakt het ons afhankelijk van al die verre voedselproducenten. Vroeger aten we gewoon uit onze eigen achtertuin. Was dat niet veel beter? Amsterdammer Auke Bakker denkt van wel. Viel me nog een harkje eigenlijk. Elk stukje tussen de schuine palen behoort één deelnemer toe. Vanaf hier is het gemeenschappelijk. Dit is de kruidentuin. Ik heb net gewassen door de regen. Het, Hoi Bob. Dat is prima te eten. Oké. Kan je het moment herinneren dat je op het idee kwam om, om dit te doen? Hoe ging dat? Ik ben op het idee gekomen om in de week van de crisis, september 2008. En toen bedacht ik dat het goed zou zijn om hier in de buurt met buurtbewoners een buurtmoestuin te beginnen. Het is zo'n vast gegeven. Ja, je gaat naar de supermarkt en je haalt eten. Maar zo werkt het niet. Ik denk dat het wel heel belangrijk is de komende tijd. Dat we toch weer teruggaan naar dat we ons eten niet voor lief nemen. Dit is nu een heel klein mini voorbeeldje, maar een reis naar Rome begint ook met de eerste stap, zou ik willen zeggen. Dus niet klein, niet eert. Het is een heel klein tuintje, maar het is wel gewoon een voorbeeld van hoe het volgens mij zou moeten. Ja, heerlijk. Oh, bedankt. Knap. Voor elke maaltijd loop je even een klein rondje en dan haal je even wat je nodig hebt. Dat is echt wijs leuk. Nou, er zijn een heleboel dingen die met even roerbakken gewoon hartstikke lekker zijn. Maar heel veel van de goede kruiden staan hier. Hier vlak voor je. Venkel. Basilicum. Nee, het is zalig. Je kan hier met een paar grepen kan je een heerlijke maaltijd voor een paar, vier, vijf personen zo. En is het in een kwartier, 20 minuten klaar. Ideaal. Ik heb een veel bescheidenere tuin. Ik ben dus dit jaar voor het eerste keer begonnen met een tuintje. Ja. Ik heb nu voor de eerste keer een tuin in mijn leven. Ik heb daar wat bietjes. Heel bescheiden. Dus mijn eerste bietjes. Ik had rucolosla en andijvie. Wacht even, waar zijn de bietjes? De bietjes zijn hier. En die zijn bijna op. Die zijn, en ik heb daar andijvie. Ik had daar allerlei soorten sla. Rucolosla en gewone sla. En ik had hier wortelen. Maar die zijn allemaal wel gebruikt. En die smaakten trouwens heerlijk. En ik vind het dan heel fijn dat deze tuin er is. Omdat je toch wel meer contact krijgt met buurtgenoten. Want je voelt je hier toch vaak sociaal. Voel je hier een isolement. Mensen wonen allemaal, die hebben het druk, je ziet elkaar heel weinig. En dat is eigenlijk toch wel een soort een ontmoetingsplaats. Dat je mensen tegenkomt, met buurtbewoners gaat praten. En ik vind dat hartstikke leuk. Met buurtbewoners, deze twee mensen die wonen hier in de buurt, die had ik ervoor nog nooit leren kennen. Dus die ken ik nu. Dat is het hele verhaal van sociale cohesie. Het werkt ook echt. We zitten met z'n tien, ongeveer 10 of 12 man, één keer per maand in de kroeg. Hartstikke gezellig. En zitten we bespreken we de problemen, de dingen die gedaan moeten worden. En af en toe hebben we daar in het verenigingsgebouw van de speeltuin een gezamenlijke maaltijd met de oogst. Heel spontaan, ook met buurtgenoten, met kinderen die zeggen, mag ik even water geven aan de plantjes? En ik vind het opeens veel meer een beetje een dorp aan het worden. Ja. Dus uw leven heeft meer inhoud nu? Ah, wel. Ja, enkel ik heb nog geen groene vingers. Ik hoop dat te krijgen van de mensen die hier zijn, dat hoe dat dan gaat. Ik denk als er nu een of andere ramp zou zijn, dat we wel een maandje zijn. Nou, een maandje. Ik denk dat we wel vijf maanden of zo aan eten hebben. Waar ligt dat dan? Nou, allemaal in blik, op de kast, in de kasten.
Ja, we hebben altijd heel allemaal veel eten. Heel veel blikvoer hebben we. En blikvoer, dat klinkt alsof we honden zijn. Maar zeg maar echt, ik denk dat we echt wel een paar maanden vooruit zouden kunnen. Dan gaan we ruilen. Dat lijkt me helemaal perfect. Dan de chirurg doet dan gratis de operatie en de bakker geeft hem dan brood. Super, toch? Ja, dan slacht ik een dier. Dan stop ik een aardappel in de grond. Over een paar jaar hebben we echt spijt dat we niet hebben ingezien dat we grote problemen gaan krijgen. Lokale landbouw, kijk, dit is natuurlijk peanuts. Maar als je er 1000 van hebt in een stad of 500, ik bedoel, je kunt ook gewoon beginnen. Dit eten heeft geen olie nodig, dit eten heeft geen kapitaal nodig. Het heeft alleen menskracht nodig en dat hebben we volgens mij straks genoeg. Want de werkloosheid neemt toe, dus we hebben genoeg mensen om dat bij te houden. Maar ga je niet heel erg uit van het doemscenario dan? Nou ja, als jij, okay, ja, wat wordt altijd gezegd? Ja, ben je een doemdenker? Ja, tuurlijk. Maar als jij een brandverzekering neemt, dan ga je toch ook geen doemdenken. Ook gewoon common sense. Maar het allerbelangrijkste, wat we hebben, namelijk ons eten. Zonder eten gaan we gewoon dood. Ja? Voor ons eten vinden we doodnormaal dat we volledig afhankelijk zijn van wankele systemen. Ja? Ik vind dat raar. Toch? Ja. Ik vind het raar. Dus deze moestuin is een soort brandverzekering? Ja, zo moet je het zien. Ja. En Jan slaat aan het oogsten. Overigens, er wordt ook geoogst door mensen die hier niet meedoen. Een mevrouw die met een tasje bezig was. Met een buiten de buurt. Ja. Sorry, er wordt geoogst door mensen die... Die niet meedoen in het project van moestuin. Ja, dus dat is... Dus diefstal? Ja, groot woord voor het meenemen van een stel blaadjes. Maar het is niet de bedoeling natuurlijk. En wat wordt er allemaal meegenomen? Nou, bieten, snijbiet, boerenkool, artisjok en van alles wat er groeit. Zijn er artisjokken meegenomen? Ja. Ja. Dus die kunnen we u vandaag niet aanbieden? Nee. En weet u wie, wat voor mensen dat dan meeneemt? Ik heb vanochtend net een foto gemaakt van een dame die met een zakje... Hier wat kwam mee oosten. En ik maak een foto van haar. Het werd zo'n beetje pissig. En toen zei ik, als u wat uit de tuin haalt, dan moet u meedoen. Maar ik geloof niet dat mensen dat al meteen oppakken. Ja, er zit ook een knol celery van. Dat zou best kunnen, ja. Want ik had er 4. Er zijn er nu nog 3. Ah. Kijk, om te beginnen, wij zijn dus een tuin, dus je weet nooit wat je krijgt. Dus we maken ook niet iets met een recept. Maar dan doen we wel iets wat makkelijk is en bijna altijd lukt. En in dit geval wordt het een risotto. En dat is ook onze filosofie. Eten wat er is. Dus niet naar de supermarkt zeggen en ik wil dit hebben. En laat het maar uit Timbuktu aanrukken. Maar we doen het wat hebben. Maar waar komt die risotto dan vandaan? Ja, die komt wel uit Italië. Dat geeft ik toe. Ja, maar het blijft met al heel veel producten natuurlijk, hè. Ik bedoel, die tandpasta die groeit ook niet aan de boom. Ja. Dit is ook een leuk verhaal, die aardbeidjes. Het was een jongetje wat vorig is in 2009. Wat wel eens, waarvan we zagen dat hij wat kleine tomaatjes en worteltjes meenam. Toen hebben we gevraagd van nou, wil je niet gewoon meedoen dan, in plaats van dingen meenemen. Nou, toen heb ik, dat wilde hij wel. Dus toen heb ik hem een aardbeienplantje gegeven. En af en toe komt hij hier nog even zijn aardbeienplantje bekijken. En vaak is hij er ook aan het spelen, maar dit is zijn plantje. Dus dat is, okay. Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Ja. Ik ben bezig met een project om ook op basisscholen nu moestuintjes aan te gaan leggen. We hebben nu gesprekken over met een aantal organisaties. Omdat dus waar ze op plekken waar ze dus kookateliers hebben. Dus waar ze dus met kleine kinderen gaan koken. Om te kijken of we daar ook een moestuintjes op die basisschool kunnen krijgen. En in die speeltuin. Ik heb ook meegewerkt aan een project op speeltuin. Moestuintje. En om ook daar de ouders erbij te betrekken. We moeten dus terug naar een veel intensere verhouding, vind ik, met ons eten. En waar kun je beter beginnen dan bij de hele kleintjes. En als die dus samen met hun ouders
dat gaan doen, gaan ze misschien zeuren van, nou, ik wil thuis ook een tuintje. En dan, wie weet, gaan die ouders dan wel gewoon een stukje, een paar vierkante meter in hun tuintje. Of in hun eigen tuin, met de kleintjes tuinieren. En dan kun je dus op een gegeven moment ook echt een voedselproductie krijgen. Als allerlei tuinen in de stad, plotseling, en speeltuin en basisscholen, moestuintjes gaan beginnen. Ja. Dan kun je, laten we zeggen, een deuk in een pakje boter slaan. Met zomaar een strookje natuurlijk niet. Dus dat is een beetje de volgende stappen die de komende jaren gezet moeten gaan worden. Jij wil overal in Nederland stadstuintjes gaan... Nee, ik wil dat ze overal in Nederland komen. Overal in de wereld. Heel erg. Heel erg. Je bent zeker vader geworden.